allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe collectie van Essence in samenwerking met Jurassic World. Wie heeft die films gezien? Ik heb ze allemaal gezien en de nieuwe film komt aanstaande donderdag. En aanstaand weekend ga ik er ook heen met mijn zus en we zijn er super enthousiast over. We zijn echt al weken aan het wachten op deze film. Wij houden altijd van die grote blockbuster films en we gaan er altijd gelijk heen. Dus ik ben er heel enthousiast over. Ik hou van Jurassic Park, Jurassic World en ik ben dus heel benieuwd naar deze laatste film. Want als het goed is, gaat dit de laatste zijn. En Essence heeft heel verrassend een samenwerking met hun. Had ik absoluut niet zien aankomen, maar ik ben er wel heel enthousiast over. Ik heb de hele collectie online besteld bij Cozy Shop. Ik zet ook alles wat ik vandaag heb gebruikt beneden in de beschrijving. En dit is een eerste indrukvideo, dus alles is nieuw. Ik heb nog niks geprobeerd en we gaan het gewoon vandaag samen met z'n allen testen. En het leuke ook, het is allemaal super goedkoop, want het is Essence. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien heb ik al een heleboel make-up op. Want zoals we gewend zijn van Essence is het niet een al te grote collectie. Er zijn niet echt gezichtsproducten. Dus ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Ik heb ook wat neppe sproetjes aangebracht. Dat vond ik wel leuk. Het enige wat we hebben voor het gezicht is highlighter. Dus die heb ik nog niet opgedaan. Deze collectie heeft niet alleen maar make-up. Maar ook accessoires, kwasten en een spons. De spons heb ik niet. Ik heb wel wat kwasten besteld. Sowieso alle make-up besteld. En ik heb ook één accessoire besteld. Niet dat ik het per se wilde ofzo, maar ik dacht, laat me die gewoon ook erbij bestellen. En dat is deze. Dit is de Essence X Jurassic World Bracelet. Dit is dus gewoon een armbandje. Super goedkoop, lijkt 2 euro. Nee, ik weet volgens mij waarom ik deze heb besteld. Want ik moest nog iets van 1 euro hebben ofzo voor gratis verzending. En toen heb ik hem gewoon erbij besteld. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Er hangt hier zo'n kleine dinosaurusje aan. Super cute. Dit is wel echt gewoon heel cheap. Het is gewoon letterlijk een stuk touw. Oké, nou die is om. Maar nou heb ik hier wel een heel stuk touw zo hangen. Misschien kan ik dat er gewoon afknippen. Ik ga het er gewoon zo afknippen. Zo, gefixt. Het enige probleem nou is als ik hem weer af wil doen, moet ik hem weer openmaken. En dan gaat dit waarschijnlijk helemaal los. Dus ik denk dat ik hem nou niet meer kan hergebruiken. Maar dat was ik ook niet echt per se van plan. We gaan vandaag beginnen met de ogen. Want er is een oogschaduwpaletje. Dit is het Essence X Jurassic World Eyeshadow Palette. En dit is dan de inhoud. We krijgen 8 matte en glanzende kleurtjes. En helemaal in de Jurassic World sfeer. Het is wel echt een heel schattig paletje. Ik mis hier wel een klein beetje in de spiegel. Maar oké, de kleuren zijn echt perfect voor deze collectie. Als ik een collectie zou uitbrengen met Jurassic World, zou ik ook echt dit soort kleurtjes erin doen. Dus het ziet er goed uit. Ik ben nooit echt de grootste fan van Essence oogschaduwen, maar dit paletje is slechts 7 euro. Dus ja, het is wel echt cheap. Fun fact, de dino die hierop staat is een Indominus Rex. Handige informatie om te weten. Dit paletje gaan we dus gebruiken met ook de nieuwe kwasten die ik heb gekocht. Dit is de Essence X Jurassic World Eye Brush Set en Brush Holder. Dit is dus een ogenkwasten set met 7 kwasten. Je had 2 sets. Allebei wel gewoon identiek aan elkaar. Maar de ene set kwam in zo'n brush holder. En de andere set kwam in een make-up bag. Ik heb echt genoeg make-up bags. En ik heb niet echt brush holders. Dus ik ben gegaan voor deze. Laten we deze openmaken. Ook van de Essence kwasten ben ik nooit zo'n fan. Maar we gaan het gewoon proberen. Kijk even hoe leuk dit is. I like it. Je kunt dit witte erin laten. Zodat ze gewoon zo blijven staan. Of je haalt dit eruit. En je kunt er dan gewoon heel veel kwasten in doen. Ik persoonlijk ga hem er wel uithalen. Oh my god, nou vallen de kwasten er zo uit. Kijk. Oh, wacht even. Oh, sorry Susu. Mijn kat ligt hier op de grond en de kwast viel op hem. Oké, dit is niet echt handig, want de kwasten vallen er gewoon zo uit. Oké, misschien had ik die schuim erin moeten laten. Als je deze kwasten hierin wil doen, dan moet je die schuim erin laten. Maar ik vind die echt niet mooi. Dus ja, dit is niet echt heel handig gedaan. Misschien handiger voor grote kwasten. Ik ga gewoon mijn grote kwasten erin doen. Kijk, voor grote kwasten is het gewoon ideaal. Want die vallen er niet uit. Dus ja, ik zal hem alleen maar gebruiken voor grote kwasten. Hier hebben ze niet echt goed over nagedacht. Dit zijn dan alle kwasten die in deze set zitten. Ik vind de verpakking ook heel mooi. Zo ombre, roze, oranje. Ik moet alleen zeggen, de kwasten zien er wel heel cheap uit. Ze zijn ook cheap, maar ik weet niet of dit echt, ja, goede kwasten gaan zijn. Dit is wel een unieke kwast. Die zie je niet heel vaak. Is heel handig voor highlights. Zo hier onder je wenkjes of zo. Laten we beginnen. Ik heb mijn ogen al gepruimd met concealer. Dus dat hoeven we niet meer te doen. Ik heb nog geen idee wat voor look ik ga maken. Ik denk wel gewoon een vrij simpele look. Ik ga beginnen met deze gele matte kleur. En dan ga ik een kwast gebruiken uit de kwastenset. Deze fluffy kwast. En dan ga ik die gele kleur zo aanbrengen in mijn hele arcaarboog. Nee, ik vind de kwast nu al niks. Ik wist al gewoon. Ik keek naar die kwasten en ik wist gewoon, dit gaat hem niet worden. Mijn Zoeva kwasten zijn veel beter. Maar ja, die zijn ook wel echt een stuk prijziger.
De kwast is ook niet heel stabiel. Hij bent te veel mee, zeg maar. Waardoor de oogschaduw helemaal zo overal heen gaat. Dan ga ik nu in met deze bruine matte kleur. En ook die gaat in mijn arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die gele kleur. Dan pak ik nu deze groene matte kleur. Dan pak ik een andere kwast. Ik pak deze beetje platte fluffy kwast. En deze matte kleur ga ik dan aanbrengen in beide hoeken. Ik begin hier in de buitenste hoek. En dan breng ik ook een beetje aan hier zo in de binnenste hoek. En dan wil ik een halo look gaan maken. Dat heb ik echt nu net besloten. Was ik niet van plan. Deze kwast is hier wel echt perfect voor. Want hij is een beetje zo schuin afgesneden. Dus hij brengt zo precies die shape goed aan. En dan pak ik weer die fluffy kwast van net. En dan ga ik het een beetje uitblenden bij de randen. Oké, die groene kleur is wel een beetje patchy. Kijk hier hoe vlekkerig het wordt. Als je hem gaat uitblenden, wordt het een beetje vlekkerig. Dit is ook niet echt het beste paletje, jongens. Het blendt hier ook helemaal weg. Kijk, zie je dit? Hoe patchy. Ik zie gewoon hier allemaal zo mijn huid erdoorheen. Oké, dit is niet echt top. Dan pak ik weer een beetje die bruine matte kleur. Dan ga ik die ook gebruiken om het uit te blenden. Oh, dit is echt moeilijk nou. Ik wil het mooi uitblenden, maar aan de andere kant heb ik iets van oké, ik moet ook niet te veel blenden. Want anders wordt het zo patchy, helemaal zo vlekkerig zoals je nou hier kunt zien. Maar ja, ik denk dat ik het gewoon hierbij moet laten. Dan pak ik nu deze hele kleine ronde kwast en dan ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik ga nu in met deze groene glanzende felle kleur. Oké, die pakt ook niet echt heel goed op, maar oké. Die breng ik zo aan in het midden. Ik hoopte dat deze glanzende kleur de look een beetje kon redden, maar... deze is ook niet echt top. De kleur groen is wel echt heel mooi. Maar je moet best wel wat aanbrengen. En uiteindelijk wordt het dan wel oké. Nou, als laatste pak ik deze lichte glanzende kleur. Die breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. Dan met deze kleine wirekwast breng ik het een beetje aan onder mijn wenkies. Deze wirekwast vind ik op zich best wel handig. Deze is wel oké. Dit is echt de enige kwast die ik een beetje oké vind. Maar ja, ga ik speciaal voor mijn wenkies heel de tijd een andere kwast gebruiken? Nee. No. Nou, dit is dan de look. Het is echt een bende. Het is echt een bende. Elke kleur was gewoon niet goed. De kwasten waren niet fijn. Ik vind helemaal niks. We gaan verder met mascara. Dit is de Essence X Jurassic World I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. Dit is geen nieuwe mascara. Dit is gewoon hun al bestaande I Heart Extreme mascara. Alleen gewoon in een andere verpakking. Ik wil geen negatieve Nancy zijn vandaag. Maar ik ben geen grote fan van hun I Heart Extreme mascara's. Maar goed, ik ga hem gewoon alsnog gebruiken. Kijk wat ik heb gedaan. Dit gebeurt dus als de mascara veel te groot is. Mascara zit erop. Dit ga ik zo meteen weghalen. Hij is wel oké. Ik vind hem niet super slecht. Hij geeft wel echt veel volume. Maar ik vind hem iets te klonterig en te plakkerig. En dat vind ik persoonlijk niet zo fijn. Oké, het laatste is voor het gezicht. Dus we gaan weer uitzoeken. Ik wilde net mijn wimpers opdoen. Maar ik dacht bij mijn eigen... ik vind het zo eigenlijk ook wel gewoon leuk. Oké, ik ga verder met het gezicht. Mijn hele gezichtsmake-up is dus al gedaan. Bronzer, blush ook al. En we gaan nu in met de highlighter. Dit is de Essence X Jurassic World Highlighter 01 Extra Crispy. Er is er maar eentje, dus dit is gewoon de enige kleur. Wel heel cute, ook weer hier zo met een dino. Ik vind alleen echt de kleur er niet echt top uitzien. Zo ziet hij eruit van binnen, heel dinosaurusachtig. Ik ga hem even swatchen, want hij lijkt champagne, maar ook weer rozig. Een beetje een mix van allebei. Oh, dit ziet er op zich wel mooi uit. Het is een beetje een rosé kleur, zeg maar. Ik ga het proberen en ik heb ook een nieuwe highlighter kwast. Dit is de Essence X Jurassic World Highlighter Brush 01 Must Be a Fast Runner. Ja, ik denk ook dat deze kwast niks gaat zijn, maar we gaan het gewoon weer proberen. Jongens, ik verspil gewoon heel de tijd mijn geld aan Essence kwasten. Hij voelt wel zacht aan, maar hij is veel te groot als highlighter kwast. Ik zal jullie mijn normale laten zien. Dit is mijn normale. Dit is de Morphe R36. Kijk even het verschil. Maar ja, whatever. We gaan het gewoon proberen. Er komt niet heel veel van af. Deze kwast is ook echt veel te groot. Mijn hele wang wordt één grote glow. Oh ja, ik zie een glans ervan afkomen. Oeh, de kleur is eigenlijk wel echt mooier dan verwacht. Ik ga het bij de andere wang aanbrengen met mijn normale kwast. Want ik heb het gevoel dat die kwast ervoor zorgt dat het wat minder heftig wordt. Ja, zie je? Dit is mooi. Dat had ik niet verwacht. Kijk even het verschil met hier en hier. Bam. Hier is niks. Bam. Niks. Bam. Ik ga het hier ook even gewoon aanbrengen met mijn normale kwast, toch? Deze is mooi. Had ik niet verwacht. I love it. Oké, dit was dan de laatste make-up product van de collectie. Maar obviously moet ik ook nog mijn lippen doen. Dus ik ga ook denk ik een Essence lipstick aanbrengen. Oh, ik weet welke ik ga aanbrengen. Mijn fave nude lipstick van Essence. Jongens, jullie moeten dit allemaal halen. Deze Hydra Matte lipsticks van Essence zijn echt amazing. Ik heb hier de kleur 402. En ik heb volgens mij nog nooit zo'n goede bruine nude kleur gevonden in een betaalbare categorie. Hij is ook gewoon echt bruin. Niet rozig, niet paars. Hij is echt bruin. Ik ga hem wel combineren met het lippotloodje van Anastasia Beverly Hills. Die kost iets meer in de kleur Cool Brown.
Kijk even hoe mooi. Dit is toch gewoon fantastisch. Deze lipstick blijft ook echt heel erg goed zitten. Hij is mat, maar hij droogt je lippen niet uit. Hij is heel creamy en mat, als je begrijpt wat ik bedoel. Past heel mooi bij deze look. Nou, nog een beetje fixing spray. Ik gebruik mijn Morphe fixing spray en dan zijn we klaar. Nou, dit ging vandaag niet zo goed hè jongens. Letterlijk het enige wat ik goed vind is deze highlighter. Voor de rest, het ain't shit eigenlijk gewoon. Ik moet zeggen, ik ben op zich ook wel gewoon blij met dit ding. Nogmaals, ik ga het dus niet gebruiken voor de kwasten. Maar je kunt er van alles in doen. Grote dingetjes. Ja, dit is niet helemaal verspild geld. Maar voor de rest, ja jongens, letterlijk alleen maar deze. Nou, Essence heeft het vandaag helaas niet zo goed gedaan. Ondanks dat vond ik het wel heel leuk om deze video te maken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten welke soort video's jullie nog meer zouden willen zien. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!